Oké, we gaan een speciaal geval kijken. We gaan proberen in een tekst een woord te vervangen door iets anders eigenlijk. We zien hier het woordje CCC. En we gaan dat vervangen door iets anders. We gaan natuurlijk vanaf van voor naar achter gaan beginnen om op te zoeken. Wat zijn de speciale gevallen waar we moeten opletten? Stel dat je CCC gaat vervangen door CCC, dan blijft het algoritme lopen. Zie je, een oneindige lus. Moet je voor opletten. Het eerste wat we gaan doen is kunnen we iets opzoeken eigenlijk. En daarna moeten we het gaan vervangen door iets. Hè. Op te zoeken gaat zijn CCC. En var te nieuwe, zullen we dat maar noemen. Nieuwe gaat zijn bijvoorbeeld FF. Nee. CCC in hoofdletters. Eerst opzoeken. Er is een functie, als je die niet goed weet, kun je altijd op F12 naar de console gaan en eens iets uitproberen. U typt hier gewoon wat tekst in, het op de punt. De functie noemt index of, en ik weet nooit of dat alles in klein of hoofdletters is, dat dat verschil nog is van taal tot taal. Dus typ erin, ik zie index of. Index of. Als we SD intypen, SD. Moet hij 1 geven, ja, omdat op de tweede plaats staat. En hij geeft 1, dat klopt. Oké, we gaan eens kijken of we hier iets gaan kunnen vinden. Console.log. We gaan in t.index of op te zoeken. En even kijken of hij dat dus gaat vinden. Hij vindt 8 en dat zou dus de 9e plaats hier moeten zijn dat hij het vindt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat klopt. En nu gaan we proberen er 1 te vervangen. Dan gaan we daar een lus rondzetten. Dus we krijgen hier een index terug. Klopt. Zo. Dit even kopiëren. Index, zo dat we noemen, var index. En index is gelijk aan wat we daar gevonden hebben. En dan moeten we dat in gaan splitsen eigenlijk. Die vorige t gaan splitsen in twee stukken. Een stuk ervoor en een stuk erachter. Om zeker te zijn dat we geen letter missen, gaan we hier wat andere lettertjes gaan tussen zetten. 1, 2. En hier ook 3, 4, 5. Zo, dat we duidelijk zien dat we dat gaan splitsen. Dus we moeten het gaan splitsen. Dus voor, wat is die positie? Als dit de positie index is, is het de lengte hier natuurlijk van het begin, is net index eigenlijk. Omdat index is eentje te groot, maar de lengte vertrekt vanaf 1. Dus is dat goed. En wat is de positie van dit hier? Dat is index plus de lengte van hetgeen dat we moeten vervangen eigenlijk. Even proberen of we die twee delen kunnen vinden. Var eerste deel is gelijk aan t plus. We gaan een substring gaan nemen vanaf het begin. En dan moeten we de lengte opgeven hoeveel karakters. En dan weten we dat is index. Index de plaats, dat is eentje te groot. Dus de 8, dat was de 8e letter. En je gaat zien dat zijn er hier net. Zou er 8 moeten zijn? Nee, het was de 9e plaats. Hier was de 9e plaats. Dus hebben we hier. Oh, index was 8, dus moeten we er eentje bij optellen. Plus 1. Even kijken of dat al klopt. En dan moeten we dat uitschrijven natuurlijk. Console.log eerste deel. Save en refresh. Eentje te veel. We hebben die C te veel, dus toch eraf. Oké. Het index was 9, niet 8. Het is dus de 10e plaats dan. Ja, ik heb er van alles tussen gezet. Inderdaad 9 ervoor. Oké. Dan nu 7 en refreshen. Altijd eentje te veel. Oh, krijgen we nu.
S. Ja, dat refreshen gebeurt niet altijd goed. Oké, het klopt. Mooi het eerste stuk eraf gehaald. Dan het tweede deel. Tweede deel is gelijk aan t.substring. Vanaf waar gaat dat? Index was dus de plaats van waar we het gevonden hebben. Dat is deze hier. En wat komt daarbij? De lengte van hetgeen van we moeten opzoeken, eigenlijk op te zoeken. Dat is die CCC. Dat weten we op voorhand niet. Nu is dat 3, maar dat kan gelijk wat zijn. Dus we vertrekken vanaf plaats index en we nemen de lengte op te zoeken. Nee. Index vanaf waar? Van index plus op te zoeken punt lengte. En hoeveel nemen we er tot het einde? Even goed kijken. Substring vanaf daar tot. Nee, de lengte. Dus dan moeten we de lengte hebben van hier tot daar. Hoeveel karakters zijn er dat? Wel, we weten al hoeveel dat er dit hier zijn. Dit is index aantal. Klopt, index aantal dat we gingen pakken. Dit is de lengte van op te zoeken. En dit is de lengte van t. Lengte van t min die 2 is de lengte van dit stuk eigenlijk. Oké. Dat wordt een hele boterham. Dat gaan we op een nieuwe lijn zetten. Dat is een heel pak. Dus we nemen de lengte van het geheel, lengte van t. En dan moeten we aftrekken. Twee dingen. Apart aftrekken. Ten eerste de lengte van het eerste stuk, dat was index, misschien dat we opzochten, min de lengte van we moesten opzoeken, dat woordje CCC op de zoeken.lengte. Oké, gaan we dat even laten zien. Console.log tweede deel. Hop naar hier, refresh en even checken of het klopt. Ah, ik kan het niet allemaal zien. Dus het eerste deel is begint met AA en eindigt met 12. Ja, het eerste deel AA eindigt op 12. Het tweede deel hier begint met 355, dat klopt al. 345. En het eindigt op CC. Even kijken. Klopt. We hebben de twee delen mooi gesplitst. En nu kunnen we dat vervangen door het nieuwe. Dan moeten we terug het eerste deel en het tweede deel aan elkaar hangen. Daartussen het nieuwe hangen eigenlijk. Oké, even kijken. Var nieuw geheel, zullen we dat noemen. Is gelijk aan het eerste deel. Plus nieuwe. Plus tweede deel even laten zien. Console.log nieuwe geheel heb ik dat genoemd. Ik had het weer een nieuw geheel genoemd. Zo, 7. Refresh. En even kijken. We hadden hier die CCC en we hebben die vervangen door C. Oké, we kunnen dus al één keer vervangen. U ziet dat dat al niet eenvoudig is. Maar door eerst de kern van de zaak op één geval toe te passen en dan gaan we dan een while loop rondzetten. Zolang we het nog op te zoeken gaan vinden, gaan we heel dat stuk moeten herhalen. Dus wat we hier doen is, we zoeken dat hier op. Hier, dit is hier de while loop. Zolang we dat vinden, gaan we hier dat altijd moeten herhalen eigenlijk. Even kijken of we dat kunnen doen. We gaan misschien die veranderlijke van boven declareren. Kopie van boven zetten. Dan mag die var hier weg. Ik heb graag dat je ze eerst definieert eigenlijk. Kopie. Straks wel punt komma ertussen zetten. Zo, tweede of nu al direct doen. Dan mag var hier ook weg. Dit was één lang bevel. Var nieuw geheel. Kopie.
Zo. Wacht, die var hier weg. Oké. En nu moeten we gaan herhalen. Dus hier gaan we misschien halverhandelijk helemaal bovenaan zetten. Later kunnen we natuurlijk op de zoeker en T een nieuwe inlezen. We gaan dit hier wegdoen en hier bovenaan zetten. Zo. En we gaan hier al wat gaan inspringen. Om aan te geven dat we die bevelen in een while gaan zetten. Natuurlijk altijd nieuw gedeelte uit. En we gaan dit gaan herhalen. While. En eigenlijk kunnen we heel die test while op te zoeken. Zet dat hier, zolang er eentje vindt, dat wil zeggen, zolang dat dat niet gelijk is aan 0. Dan moeten we al die bevelen herhalen. Dan moeten we dus tussen accolades zetten. En even checken of dat dat klopt. Dit is nu commentaar. Als we de eerste keer niet vinden, vliegen we er direct uit. Als we het dan vinden, zoeken we het op. We gaan T gaan splitsen. Ai, dat is altijd de oude T. Dus die T moet altijd terug gewijzigd worden. Want anders gaan we, altijd diezelfde, als we dit blijven uitvoeren, gaan we altijd in dezelfde T die CCC gaan opzoeken en vervangen door twee grote CCC's. Dat is niet goed. Dus wat we hier op het einde nog moeten doen, is zorgen dat die T een nieuwe waarde krijgt. Hè. Of we kunnen ook het oorspronkelijke hier gaan kopiëren. We gaan dit oorspronkelijke tekst noemen. En dan gaan we gewoon zeggen var t is oorspronkelijke t. Kopiëren dat. Zodat we de oorspronkelijke tekst hebben. De eerste keer is t gelijk aan de oorspronkelijke tekst. We zoeken in die t het op. En op het einde mogen we niet vergeten van... Die T moet een nieuwe waarde krijgen, namelijk dat nieuw geheel. We mogen niet altijd in dezelfde T gaan zoeken. Eigenlijk. Wat hebben we hier gedaan? We hebben hier in die T, hier hebben we dat opgezocht. We hebben uiteindelijk het ding gesplitst en we hebben een nieuw geheel gemaakt. Waar we dus die oude CCC door grote CCC's vervangen hebben. En daar staan er dus nog CCC's in, meer naar achter in dat tweede deel. Dus moeten we nu in dat nieuw geheel terug gaan zoeken eigenlijk. Dat doen we door hier... Ah, ik had dat bevel hier toch gezet. Is dat weg? Ik heb hier toch geschreven, T is nieuwe geheel. Zo, zodat we dat... Die T krijgt altijd nieuwe waarden, totdat we er geen CCC meer gaan vinden. Even checken. Hap. Naar hier en we gaan misschien hier altijd de twee dingen laten zien eigenlijk het oorspronkelijke dat is ook altijd wel goed console.log oorspronkelijke t was het hè. Want die onder elkaar laten zien, de rest moeten we niet meer zien, die tussenresultaten. Als het misloopt kunnen we die nog wel tevoorschijn toveren, dus ik laat die nog wel even staan. We saven dat. We refreshen. En wow. We zitten hier duidelijk in een oneindige lus. Dus die blijft hier maar bezig. Het zou wel eens kunnen dat hij die... Ach, we gaan eens kijken naar van boven. Ah, je ziet hier, die blijft hier draaien eigenlijk.